Gemeente, wij lezen nu de Heilige Schrift op twee plaatsen. Allereerst in het derde boek van Mozes, Leviticus. Leviticus 16, het eerste tot en met de tiende vers en dan nog een tweetal versen. En vervolgens in het boek der Handelingen, het eerste hoofdstuk, ook een aantal versen. We beginnen met Lucas 16. Lucas 16 vanaf vers 1. Daar lezen we het woord van de Heere als volgt, Leviticus 16. En de Heere sprak tot Mozes, nadat de twee zonen van Aaron gestorven waren, toen ze genaderd waren voor het aangezicht van de Heere en gestorven waren. De Heere dan zei tot Mozes, spreek tot uw broeder Aaron, dat hij niet te allen tijden ga in het heilige, binnen de voorhang, voor het verzoendeksel dat op de ark is, opdat hij niet sterve. Want ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel. Hiermee zal Aaron in het heilige gaan, met een var, een jong rund ten zondoffer, en een ram ten brandoffer. Hij zal de heilige linnen rok aandoen, en een linnen onderbroek zal aan zijn vlees zijn, en met de linnen gordel zal hij zich gorden en met de linnen hoed zich bedekken. Dit zijn heilige klederen, daarom zal hij zijn vlees met water baden als hij ze zal aandoen. En van de vergadering der kinderen Israël zal hij nemen twee geitenbokken ten zondoffer en een ram ten brandoffer. Daarna zal Aaron de var van het zondoffer die voor hem zal zijn offeren, en hij zal voor zich en voor zijn huis verzoening doen. Hij zal ook beide de bokken nemen en hij zal die stellen voor het aangezicht van de Heer aan de deur van de tent der samenkomst. En Aaron zal de loten over die twee bokken werpen, een lot voor de Heer en een lot voor de weggaande bok. Dan zal Aaron de bok op de welke het lot voor de Heer zal gekomen zijn toebrengen en zal hem ten zondoffer maken. Maar de bok op de welke het lot zal gekomen zijn, om een weggaande bok te zijn, zal levend voor het aangezicht van de Heere gesteld worden, om door hem verzoening te doen, opdat men hem als een weggaande bok naar de woestijn zal uitlaten. En dan gaan we naar vers 16 en vers 17. Zo zal hij voor het heilige, vanwege de onreinigheden van de kinderen Israëls en vanwege hun overtredingen naar al hun zonden, verzoening doen. En alzo zal hij doen aan de tent der samenkomst, welke met hen woont in het midden van hun onreinheden. En geen mens zal in de tent der samenkomst zijn als hij zal ingaan, om in het heilige verzoening te doen, totdat hij zal uitkomen. Alzo zal hij verzoening doen voor zichzelf en voor zijn huis en voor de hele gemeente van Israël. En dan gaan we, gemeente, naar het Nieuwe Testament, het boek der Handelingen, het eerste hoofdstuk, de versen 4 tot en met 9. Handelingen 1 vanaf vers 4. En als hij, dat is de Heere Jezus, met hen vergaderd was, namelijk met zijn discipelen, beval hij hun dat ze van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte van de Vader, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weer oprichten? Hij zei tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En toen hij dit gezegd had,
werd hij opgenomen terwijl ze het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. Zo, gemeente, vanmorgen de lezing van de Heilige Schrift. Gemeente, ik bedien u vanmorgen het woord van de Heere. Met als uitgangspunt een kort woord uit de Hebreeënbrief. De brief van de apostel aan de Hebreeën, het 6e hoofdstuk, het begin van het laatste vers, Hebreeën 6, vers 20a. Hebreeën 6, het eerste gedeelte van vers 20, daar lezen we het woord van de Heere. Daar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus. Geliefde gemeente, afgelopen week hebben we het mogen gedenken. De Heer Jezus is teruggekeerd naar zijn Vader. Voor het oog van zijn discipelen. Op de Olijfberg. Hij had zijn discipelen tot zich geroepen op de Olijfberg. De berg waar ze allemaal zulke bijzondere herinneringen aan hadden. De berg die uitzicht biedt op de stad Jeruzalem, waar velen van zijn voetstappen stonden in de 3 jaren dat hij in het land rondwandelde. Iets verderop op dezelfde berg ligt Betanië, de woonplaats van Martha, Maria en Lazarus. En op de helling van die berg bevindt zich ook Gethsemane. En hier zal het plaatsvinden en heeft het ook plaatsgevonden. De hemelvaart van de Heer Jezus. Nou gemeente, we behoeven er weinig fantasie voor te hebben om ons in te denken dat de discipelen de Heer Jezus graag bij zich hadden willen houden. Misschien hebben ze wel gedacht na de opstanding dat het weer zou worden zoals voorheen. Maar zo zou het niet meer zijn. Hij had het ook gezegd. Hij had het gezegd onder meer tot Maria Magdalena, die hem op enig moment had willen vastgrijpen. Raak mij niet aan, Maria. Houd mij niet vast. Ik moet opvaren tot mijn Vader en uw Vader. Tot mijn God en tot uw God. En nu, na 40 dagen, is het zover. Het uur van afscheid. Een laatste opdracht geeft de meester nog aan zijn discipelen. Gij zult mijn getuigen zijn, zowel te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En we hebben het gelezen, toen hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl ze het zagen. En een wolk nam hem weg van voor hun ogen. De Heer Jezus, de Zoon van de Vader, keert naar zijn Vader terug. Want zijn missie, de opdracht die hij van zijn Vader ontvangen had om op deze aarde alles te doen wat gedaan moest worden, die opdracht was volbracht. Ja, op aarde. Maar denk gemeente niet dat de Heer Jezus met zijn hemelvaart nu ontslagen is van zijn taken. Nee, juist zijn hemelvaart laat zien dat hij zijn zaligmakende arbeid voortzet. Op een andere plaats, zeker wel, in de hemel. Maar niet minder dan voorheen, met het oog op de zijnen. En gemeente, daar spreekt heel in het bijzonder onze tekst van. Daar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus. Hij die ingegaan is in het hemelse heiligdom. Gemeente, wie is hij? Wie is hij die de hemel is binnengegaan? We zongen het vanmorgen met Psalm 24. Wie is die vorst zo groot in kracht? Wie is hij? Nou, gemeente, daarop geeft onze korte tekst antwoord. Een drievoudig antwoord. Wie hij is? Wel, de hoge priester is ingegaan. Het hele verband waarin onze tekst staat, toont het. De hoge priester is ingegaan. Vervolgens
de voorloper is ingegaan, het begin van vers 20. De zaligmaker is ingegaan, namelijk Jezus. Wie hij is? Drie gedachten. De hoge priester is ingegaan, de voorloper is ingegaan, de zaligmaker is ingegaan. We vinden in onze tekstgemeente een bijzondere brief. De brief aan de Hebreeën, geschreven aan Joodse christenen. Ze hebben het niet makkelijk. Ze leven in een tijd van dreigende vervolging en verdrukking. En nu, en zo blijkt wel uit heel de toon van deze brief, nu dreigen ze de moed te verliezen. Wie deze brief ooit schreef is niet helemaal duidelijk. Was het inderdaad de apostel Paulus, zoals onze Statenvertalers menen, of toch een andere voorganger? Ik denk het. Maar het is voor een goed begrip van deze brief niet nodig om dat te weten. Eén ding is wel duidelijk. Het was één van de heilige mensen Gods die door de Heilige Geest gedreven zijn om deze woorden te schrijven en aan de Hebreeën te richten. En Gods geestgemeente achtte het nodig dat deze brief aan de Hebreeën werd geschreven om hen in hun benarde positie te bemoedigen en aan te sporen. En hij heeft er eveneens voor gezorgd dat deze brief werd bewaard. Bewaard voor de kerk der eeuwen. Ook voor de kerk van de eeuw waarin wij leven. Ook voor de gemeente van Scheveningen. Ook voor u en voor jou. Met het oog waarop? Wel, opdat Gods kinderengemeente, dat vooral, dat is de toon en dat is de spits van deze brief, opdat Gods kinderen standvastig zouden blijven, ondanks welke omstandigheid dan ook, aanvechting of strijd, twijfel en kleingeloof. We lezen ergens in deze brief: nu zien wij nog niet. Nee, nu zien wij nog niet dat aan hem, aan de Heer Jezus, alle dingen onderworpen zijn. Nee, u wel soms, wanneer je om je heen ziet, alle geweld en moeite, alle afkerigheid van de Heer en zijn dienst en zijn wet, wanneer we de geluiden die vanuit deze wereld tot ons komen, tot ons laten doordringen. Hier wordt oorlog gevoerd, daar zijn grote natuurrampen, daar zijn mensen op de vlucht. Nee, nu zien wij nog niet dat aan hem alle dingen onderworpen zijn. Maar, zo schrijft, en ik noem hem vanmorgen toch maar de apostel, zo schrijft de apostel aan de Hebreeën: maar we zien Jezus, we zien Jezus, met heerlijkheid en eer gekroond. Geliefde Hebreeën, uw koning is in de hemel, weet dat, beseft dat. Hij die het gezegd heeft, aan mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Zo staat dat bijvoorbeeld ook in het 12e hoofdstuk. Waar de apostel zegt: weet wie in de hemel is ingegaan. De overste leidsman en voleinder van het geloof. Hij die het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht, maar die nu gezeten is aan de rechterhand van de Vader. Gemeente van alle eeuwen, kerk uit 2023, kind des Heren in Scheveningen, de koning van de kerk zit op de troon. Wat zal zijn aangevochten volk op aarde dan nog vrezen? Wie is die vorst? We zongen het toch? Wie is die vorst zo groot en kracht? Hij is het hoofd van 's hemels legermacht. Hem eren we met lofgezangen. De koning is binnengegaan. Hij zit in de troon. Want nu, gemeente, dezezelfde bemoedigende boodschap lezen we in onze tekst. Maar let erop, dan niet met de nadruk op het feit dat hij de koning is, die is ingegaan. Maar allereerst dan toch wel dat hij de hoge priester is. De hoge priester die in het heiligdom is ingegaan. Direct voorafgaand aan onze tekst lezen we: hij is ingegaan in het binnenste van het voorhangsel. En daarom, en u begrijpt het al lang, daarom is het dat we vanmorgen een gedeelte uit Leviticus 16 hebben gelezen, waar ons verhaald wordt het gebeuren op de grote verzoendag, elk jaar opnieuw.
wanneer de hoge priester het bloed van de geslachte bok moest nemen en daarmee het verzoendeksel besprengen. Wel, om daar te komen in het heilige der heiligen, moest de hoge priester het voorhangsel passeren. Dat zware gordijn dat daar hing en dat een afscheiding was tussen het heilige en het heilige der heiligen. Niemand mocht daar komen. Ook de hoge priester niet. Zelfs niet op de grote verzoendag als hij zou gaan zoals hij was. Het was verboden. We hebben het gelezen in Leviticus 16. Zo zal hij voor het heilige vanwege de onreinheden van de kinderen Israëls en vanwege hun overtredingen naar al hun zonden verzoening doen. Dat hij niet binnen mocht, dat het verboden toegang was voor het volk en voor de priesters en de levieten en zelfs voor de hoge priester. Het hing samen met het zondige bestaan van het volk. Er moest gemeente bloed vloeien. Er moest een bok geslacht worden. De Heere, ja, hij wil de ongerechtigheden vergeven, maar alleen in de weg van het offer, in de weg van het bloed. Verzoening door voldoening. Die bok moest sterven, opdat het volk zou leven. Want nu, gemeente, wanneer we nog even denken aan die grote verzoendag en alles wat er toen gebeurde. Het volk dat rondom het heiligdom stond en later, wanneer de tempel in Jeruzalem is op de voorhof, het volk is getuige, jawel, ze kunnen het zien, zeker degenen die vooraan staan, jongens en meisjes. Ze kunnen de voorbereidende handelingen van de hoge priester zien. Daar zijn ze getuigen van. Het nemen van de bok, ja zelfs van de bokken, het slachten van de ene en het apart zetten van de andere. Het leggen van het reukwerk op het vuur en het opvangen van het bloed in het bekken. En het gaan van de hoge priester in de richting van het heiligdom, dat kunnen ze allemaal zien. Maar daarna, als de hoge priester het heiligdom is binnengegaan, gemeente, dan zien ze het niet meer. Gemeente, dan moeten ze het geloven. Dat daar gebeurt wat tot verzoening van hun zonden strekken zal. Ze moeten het geloven. Op grond waarvan? Op grond van Gods belofte. Op grond daarvan wat hij bij de uittocht in Egypte al gezegd heeft. Als ik het bloed zal zien, dan zal ik uw lieden voorbij gaan. En aan het slot van Leviticus 16, we hebben het niet gelezen, het 34e vers, daar lezen we, en dit, en Mozes moest het zeggen tot het volk, dit zal u tot een eeuwige inzetting zijn om voor de kinderen Israëls van al hun zonden eenmaal per jaar verzoening te doen. Gemeente, ze moesten het geloven. Ze moesten het woord van God betrouwbaar achten. Met betrekking tot zichzelf. Op grond van het vaste en het betrouwbare woord van God. Wat daar in het heiligdom gebeurt, achter het voorhangsel, het is nodig tot onze verzoening. Wel nu, heel die bedeling van het Oude Testament, en u begrijpt het al, wees heen naar de grote hoge priester, naar zijn bediening. Want hij die vanaf de Olijfberg is ingegaan in het hemelsheiligdom, hij is de hoge priester van het nieuwe verbond. En zoals op de grote verzoendag de hoge priester inging in het binnenste heiligdom met het bloed van het geslachte bok, zo is op de dag van zijn hemelvaart de Heere Jezus ingegaan in de hemel. Nee, niet met het bloed van stieren en bokken, maar met zijn eigen hartebloed. Nou, die parallel die wordt door heel de brief aan de Hebreeën getrokken. Ik lees het begin van vers 8, van hoofdstuk 8, om dat te illustreren. De hoofdsom nu van de dingen waarvan wij spreken, het is alsof de apostel tegen de Hebreeën zegt, let nu op, hier gaat het om. Dit is de kern, dit is het hart. De hoofdsom van de dingen van waar wij spreken is dat wij hebben een zodanige hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen.
een bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel, welke de Heere heeft opgericht, en geen mens. Dit is het hart, dit is de kern. Hebreeën, hier gaat het om. Dit is de grondslag waarop u mag staan. Want deze priester, deze hoge priester, de Heere Jezus Christus, die de heilige God aan zijn kerk op aarde heeft gegeven, hij heeft alle dingen gedaan die gedaan moesten worden. Hij heeft zich in de eeuwigheid laten aanwijzen. En toen heeft hij gewillig geantwoord op de vraag van zijn vader en heeft het gezegd, zie, ik kom om uw wil te doen. Uw wet is in mijn binnenste. Wat gij mij oplegt, o mijn vader, dat zal ik doen. En in de volheid van de tijd is hij naar de aarde gekomen. En toen hij in de wereld was, toen is hij zijn vader in alles gehoorzaam geweest. En hij heeft het gezegd, het is mijn spijze te doen, de wil van mijn vader die in de hemelen is. En als de Heere Jezus, gemeente, bij wijze van spreken, al bijna op de grens van de afgrond van zijn lijden staat en hij zich richt tot de vader, dan beleidt hij het aan zijn vader. Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. En toen zijn uren gekomen was, toen is hij gewillig de weg van lijden en sterven gegaan. Hij heeft zijn ziel tot een schuldoffer gesteld. En heeft zijn leven gegeven tot een losprijs voor velen. En zo, en dat zegt ook de Hebreeënbrief, zo kan hij volkomen zalig maken allen die door hem tot God gaan. En deze dood, gemeente, deze dood van de Zoon van God, onze Dordtse leerregels beleidt net zo prachtig, deze dood van de Zoon van God is de enige en volmaakte offerande en de genoegdoening van de zonde van oneindige kracht en waardigheid tot verzoening van de zonden, als zou het zelfs van de hele wereld zijn. Kun je het geloven? Kun je het geloven, ziende? Ja, het wordt een wonder als je er zicht op hebt, ziende. Op je eigen zondig bestaan. Op je vleeselijk bestaan voor de heilige God kun je het geloven. Gemeente, de Vader heeft het nog een keer bevestigd. Tot twee keer toe. Dat hij deze offerande aanvaardt op de dag van de opstanding, heeft de Vader het getuigenis gegeven dat het zaligmakend werk van zijn Zoon, dat hij het volkomen heeft goedgekeurd als een volmaakt offer. Dat was met Pasen. En met de hemelvaart van de Heere Jezus was de Heere Jezus welkom in de hemel. En toen hij, gemeente, de hemel binnenkwam en ongetwijfeld de legermachten van de engelen daar stonden en hem met gejuich begroeten, toen was het woord van de Vader. Zie, o mijn Zoon, gij zijt priester in eeuwigheid. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik al uw vijanden gesteld zal hebben als een voetbank onder uw voeten. Wel, gemeente, dat is de boodschap van de apostel aan de Hebreeën. In hun strijd en lijden, in hun moeite en in hun verdriet. Is dat niet even een goede boodschap? Gemeente, is dat niet een kostbaar evangeliewoord? Niet alleen voor de Hebreeën, maar voor de kerk der eeuwen. Gods kerk, gemeente, heeft de hoge priester in de hemel. De hoge priester die binnengegaan is door het voorhangsel. En die nu in de hemel is om zijn werk te voltooien. Die altoos leeft om voor de zijnen te bidden. En zo klinkt het door heel de schrift heen. Een gemeente, sluit het aan op uw verlegenheid. Op uw zoeken naar één die uw zonden vergeeft. Zo klinkt het door heel de schrift heen als we weer op een andere plaats lezen. Kinderkens, indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Wel nu, gemeente, dit heil wil God doen verkondigen. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus ook rond zijn hemelvaart
tot zijn discipelen, die hij tot apostelen gemaakt heeft, dat hij het heeft gezegd. En dit evangelie, dat moet u gaan verkondigen. Gaat heen in de hele wereld en verkondig het evangelie. Roept uit aan alle stranden, verbreidt van oord tot oord, verkondigt alle landen dit evangeliewoord. Dat er in de hemel een hoge priester is, wiens bloedstorting en wiens betaling door de Vader is goedgekeurd. En in wiens verdiensten alles voorhanden is, tot troost van een verloren zondaar, voor lichaam en voor ziel, voor tijd en voor eeuwigheid. Zo'n hoge priester heeft Gods kerk. Maar deze hoge priestergemeente wordt in onze tekst vooral ook genoemd de voorloper. De voorloper. En gemeente, wanneer we dat toepassen op de oud-testamentische hoge priester, dan moeten we eigenlijk zeggen, dat klopt helemaal niet. Want die oud-testamentische hoge priester, die was in dat opzicht helemaal geen voorloper. Niemand mocht hem immers volgen, het heiligdom in. Het was aan niemand toegestaan om achter de hoge priester aan te gaan, het heilige der heiligen in. Maar nu het wonder. En dat maakt de hoge priester van het Nieuwe Testament tot een veel uitnemender hoge priester dan die van het Oude Verbond. De hoge priester van het Nieuwe Testament, gemeente, is wel een voorloper. Hij is zelfs dé voorloper, de Heer Jezus. Hij is de eerste die het binnenste heiligdom is ingegaan. Jawel, hij ging alleen. Maar hij blijft niet alleen. Velen zullen hem volgen. En voor die allen heeft hij de weg gebaand. De weg tot in het hemelse heiligdom. Voorloper en volgeling. Die horen bij elkaar. Als een voorloper geen volgeling heeft, jongens en meisjes, dan is hij geen voorloper. Maar wat een machtige troost. En dat ene woord en deze typering van de Heer Jezus als de voorloper, daarin wordt ons erop gewezen dat de Heer Jezus zijn hoge priesterlijke bediening niet voor zichzelf heeft verricht, maar dat hij het voor anderen heeft gedaan. Voor wie? Namelijk gemeente, voor hen die hij tot zijn volgelingen gemaakt heeft. Want weet u, dat waren ze niet. Hij heeft ze daartoe moeten inwinnen. Hij heeft ze moeten overtuigen en overbuigen. Hij is ze te sterk geworden door de genade die hij als hoge priester verworven heeft en door het bloed dat hij gestort heeft. Heeft hij zo bijvoorbeeld de discipelen niet geroepen? Denk eens aan één die we wel kennen, Levi. Levi, de tollenaar. Hij woonde in Capernaum. De plaats waar de Heere Jezus vele keren gepredikt heeft en wonderen heeft verricht. En waar de scharen de Heere Jezus omstuwden en omringden. En dan op enige dag, dan is het opnieuw zo. Dan loopt de Heere Jezus door de straten van Capernaum. Maar wie hem ook volgt, Levi niet. Levi zit in zijn eigen huis. Gemeente, bij wijze van spreken, met de dollartekens in zijn ogen. Levi. Hij is bezig met de dingen die hem binden aan het aardse goed. En dan staat de Heer Jezus op enig moment stil, jongens en meisjes. En hij kijkt opzij. En hij ziet waarschijnlijk door het open venster of de open deur. En hij ziet daar Levi zitten, de tollenaar. En hij roept het hem. Volg mij. En Levi, opstaande, volgde hem. Het woord van de Heer Jezus, gemeente, het was een overtuigend, een overbuigend woord. Met de kracht van dat woord bleken doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze horen, die zullen leven. Levi, volg mij. En zo werd Levi tot een volgeling. Misschien zegt u wel, nou zo was het ook bij mij. Als het aan mij had gelegen. Ach nee, ik was bezig gebleven in mijn eigen doen. En eerlijk gezegd, ik had er genoeg aan. Totdat er met kracht een woord van de Heere in mijn ziel viel. Totdat hij zelf de onrust verwekte. Dat ik zag dat er alleen in hem, in de Heere Jezus Christus, waarachtige troost en genade is. Getrokken uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En zo
Zo ben ik tot een volgeling gemaakt. De voorlopergemeente heeft volgelingen. Jawel, maar het is ook telkens weer nodig. Het is ook steeds weer nodig dat ze door hem worden meegenomen en aan hem verbonden. En dat hij ze meeneemt op de weg waarin hij voorgaat. Zodat zijn kinderen het leren. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou wijken. Heere, wil mij voor struikelingen bevrijden en ga mij met uw heilig. Voor deze voorloper, hij zorgt er zelf voor dat hij volgelingen heeft. De voorloper. Ik denk gemeente dat de lezers van deze brief, de eerste lezers van deze brief, bij dat woord voorloper nog wel aan een paar andere dingen hebben gedacht. Want de voorloper, dat was de functie van iemand in die Grieks-Romeinse wereld van toen. De voorloper was namelijk een functionaris in het leger. En dat was een belangrijke functie. Als bijvoorbeeld het leger een overwinning had behaald, dan was het de taak van de voorloper om het bericht van die overwinning te gaan meedelen aan het hoofdkwartier. En misschien wel aan de residentie van de keizer. Want het moest in het paleis bekend zijn dat het leger arriveerde en dat er overwinning behaald was. Dat is een machtig voorbeeld. Wel nu, zo gaat de Heere Jezus als de bode, als de voorloper naar de hemel, om aan zijn vader en, mag ik het zo zeggen, om aan de kerk der gezaligden van de oud-testamentische gelovigen en aan de engelen te berichten dat de strijd gestreden is, dat de ongerechtigheid verzoend is en dat de vijand volkomen is verslagen. Straks, achter hem aan, zal het leger arriveren, degene die hem toebehoren, maar nu al. Nu mag het bericht in de hemel bekend zijn. En de voorloper gaat binnen om die blijmaren in de hemel te verkondigen. Er was nog een andere taak van de voorloper. Wanneer bijvoorbeeld het leger onderweg was van de ene plaats naar de andere, dan ging de voorloper voor het leger uit als kwartiermaker. Hij moest zorgen voor logies en nachtverblijf. Hij moest voor de vermoeide soldaten een plaats gaan bereiden. En als we die gedachte toepassen, dan bent u me inmiddels ook al voor, denk ik. Dan denken we aan die ontroerende woorden van de Heere Jezus, ook vlak voor zijn lijden en sterven, gericht tot zijn discipelen. Als hij het ze zegt, in het huis van mijn vader, mijn discipelen zijn vele woningen, anders had ik het u wel gezegd, maar ik, weet je dat? Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik zal heen gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, dan kom ik terug. En ik zal u tot mij nemen, opdat ook gij zijn moogt waar ik ben. Zo is de Heere Jezus, de voorloper van de zijnen, in zijn hemelvaart, voor zijn volk uit. En waar wijst het op? Gemeente, waar wijst het op? Wel, dat deze voorloper, dat deze Heere Jezus Christus, dat deze koning niet zonder de zijnen wil zijn. Heeft hij het niet beleden in dat ontroerende hoge priesterlijke gebed? Vader, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat ze mijn en uw heerlijkheid aanschouwen, o mijn Vader. Hij wil niet zonder de zijne zijn. En gemeente, als het geheim. Hij verwekt door zijn geest in het hart van de zijnen dat zij niet zonder hem kunnen zijn. Dat is de toets. Ja, dat is de toets van morgen. Of we behoren tot hen die hij achter zich aantrekt. Hij die de weg gebaand heeft als de voorloper. Tot in het binnenste heiligdom toe. En daarin de garantie gegeven heeft dat hij nu daar is, hen ten goede. Ze liggen op zijn hart, jawel. Want dat volk van hem, hij heeft ze al ontvangen in de eeuwigheid. Het volk, zij die gij mij gegeven hebt, o mijn Vader.
toen hij aan het kruis hing. Diepe gedachten. U kunt ze nalezen in Paulus' brief aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 2. Toen hij aan het kruis hing, toen zijn ze met hem gekruisigd. Toen hij opstond ten leven, toen zijn ze met hem opgestaan. En toen hij ten hemel voer, heeft hij ze gezet met hem in de hemel. En zo schenkt hij alles wat van hem is aan degenen die hem toebehoren. Zijn overwinning wordt tot hun overwinning. Zijn erfenis wordt hun erfenis. En zijn toekomst is hun toekomst. En het ligt alles gegarandeerd in zijn hemelvaart. Gemeente, ik zou zelfs kunnen zeggen, het is een beetje op de rand, maar ik zou zelfs kunnen zeggen, het is gefundeerd in zijn hellevaart. Begrijpt u wat ik bedoel? Toen hij zijn plaatsvervangend borgtochtelijk werk verrichtte, toen hij het uitriep, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Daarin ligt het gefundeerd dat zij nimmer meer door hem verlaten worden. In zijn hellevaart ligt het gefundeerd. En nu hij ten hemel vaart, in zijn hemelvaart wordt het gegarandeerd. En wil de Heilige Geest het hechten aan het hart van de zijnen. Zoals hij ten hemel voer, zo zal hij u allen tot zich trekken. Opdat u met hem zult zijn tot in eeuwigheid. Ik ga heen om uw plaats te bereiden, want ik ben de voorloper. En zo gemeente zorgt hij ervoor. En ik kan het maar even aanstippen, nauwelijks uitwerken vanmorgen. Zo is hij het ook, die de erfenis bewaart voor de zijnen. Want hij is daar, waar die erfenis bewaard wordt. En tegelijkertijd, zo bewaart hij de zijnen voor de erfenis. Want hun weg door de woestijn heen, misschien wel hun weg door de zee heen, met allerlei vragen en moeite en twijfel en aanvechting. Maar hij zorgt ervoor dat de erfenis bewaard wordt voor hen. En hun weg door dit moeitevolle leven, hij bewaart ze. En hij zal ze allen tot zich trekken, want hij is de voorloper. En gemeente, nu zegt onze tekst het. En dat is het laatste waarbij we stilstaan. Daar de voorloper voor ons is ingegaan. En dat woordje namelijk staat er nog niet eens. Plotseling klinkt zijn naam. Jezus. Jezus is zijn naam. Dat is opmerkelijk. Want als de Heer Jezus in deze brief, in deze brief aan de Hebreeën wordt aangeduid, dan is dat nog alles met de aanduiding van zijn ambtsnaam. Christus. Hij die de hoogste profeet en leraar van zijn kerk is. De enige hoge priester en de eeuwige koning. Maar hier wordt uitdrukkelijk zijn naam genoemd, Jezus. Waarvan de engel het zowel tot Maria als tot Jozef had gezegd, ge zult zijn naam heten Jezus, want Yeshua, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Wel, hier wordt hij zo genoemd, Jezus. Immers, hoe is hij ten hemel gevaren? Als Jezus. Als de zaligmaker van zondaren. En zo blijkt het. Deze weg van hem, deze weg van zijn vernedering tot in de allerdiepste vernedering en versmaadheid en angsten der hel. En de weg van zijn verhoging, gemeente. Hij ging deze weg als Jezus. Als zaligmaker. Voor wie? Voor, wel zegt onze tekst, voor ons. Voor ons. En daarin ligt begrepen, mag je het nazeggen, voor mij. Voor mij? Wie ben ik? Wie zijn die ons? Nou gemeente, dat is met één woord aan te duiden. Dat zijn zondaren. Want bij een zaligmaker horen zondaren. Zalig,
worden wie? Rampzaligen. Genade ontvangen wie? Schuldigen. Vrijspraak voor wie? Voor mensen die veroordeeld moeten worden. Oprichting voor wie? Voor degene die neergebogen liggen. Hij doet een gepast werk, gemeente. Jezus hoort bij zondaren. En daarom was het ook dat de hoge priester niet in het heiligdom komen mocht, dan alleen met het bloed. En daarom was het ook dat toen Adam en Eva gezondigd hadden en zich het paradijs onwaardig hadden gemaakt, dat de Heere gezegd heeft, je zult er niet meer inkomen. En dat hij engelen gesteld had voor de ingang van het paradijs met uitgetrokken zwaard. En als we nou gezongen hebben, gemeente, vanmorgen, wie klimt de berg des Heren op? En ik wees er al op. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die Godgewijde top voor het oog van Sion, voor het oog van Sions vorst betreden? Dan moet ik belijden, ik niet. Ik niet, want ik ben een zondaar. Immers geen zondaar zal het gewis verderf ontkomen als in het gericht door God wordt wraak genomen. En dan stel ik vanmorgen de vraag, is dat nou je belijdenis? Is dat de erkenning van wie je bent? Het was Luther die het ooit schreef aan zijn vriend Georg Spenlein, die eenzelfde worsteling kende als Luther zelf. En Luther schreef aan Georg, wil nou maar niet meer zijn als een zondaar. Want Christus Jezus, woont alleen bij zondaren. Wel nu, gemeente, dat beleden hebbend, en mag ik het u hartelijk toewensen, dat dat ook uw belijdenis is voor Gods aangezicht. Heer, als u mijn ongerechtigheid gadeslaat, ik kan voor u de heilige God niet bestaan. Wel, dan klinkt die naam Jezus. En dan is het noemen van zijn naam een vrolijk evangelie. Wie is er ingegaan in de hemel? Wie mocht door het voorhangsel heen binnentreden in het binnenste heiligdom? Wie werd welkom geheten door de heilige God? Tot wie werd het gezegd, zit aan mijn rechterhand? Wie? Jezus. Hij wiens naam is zaligmaker van zondaren. En wat heeft hij gedaan? Gemeente, hij heeft alles gedaan. Hij heeft alles gedaan. Hij heeft de hemelen gescheurd in zijn komst op aarde. Hij heeft het voorhangsel gescheurd bij zijn sterven aan het kruis. Hij heeft het graf geopend en de dood overwonnen in zijn opstanding. En is de hemelen doorgegaan toen hij in het binnenste heiligdom werd toegelaten tot in de troonzaal. En zo, opnieuw een woord uit de brief aan de Hebreeën, zo heeft hij een verse en levende weg geopend naar de Vader. Maar gemeente, dan is aan het slot van de preek wel de vraag, zijn er zondaren in ons midden? Ben ik het? Ik kan er wel op de preekstoel staan, gemeente, maar dat zegt ook niks. Zijn er vanmorgen zondaren in ons midden? Ben jij het? Bent u het? Moet je het belijden voor de Heere? Dat je er zulk een bent die er van nature buiten staat. Want gemeente, als het binnenkomen een wonder is, dan is het buitenstaan de aangrijpende werkelijkheid van mijn leven. Is het een wonder? Kent u het wonder? Wel, gemeente, Christus Jezus, hij heeft het gezegd en daar ben ik nou voor gekomen, om dat wonder te verrichten. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken. Wie wat? Wat verloren is. En dat zei de Heer Jezus in het huis van een tollenaar, die er buiten stond. En in het huis van die andere tollenaar, Zacchaeus, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.
En dat is het wonder. En gemeente, de Vader staat erachter. Want die heeft de losprijs aan waard. En het is tot zijn eer. En het is tot vreugde in zijn hart. In het hart van hem die een welbehagen heeft in zijn Zoon. Dat er nou zondaren zijn. Die in de nood van hun bestaan eens en steeds meer welbehagen ontvangen in deze Heer Jezus Christus, de naam Jezus. Er ruist langs de wolken een lieflijke naam die hemel en aarde verenigt tezamen. Wat in eeuwigheid niet bij elkaar te krijgen was, vanuit onszelf, maar hij die hemel en aarde verenigt tezamen. Geen naam is er zoeter en beter voor het hart. Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. Kent ge die naam? Die naam nog niet? Die naam draagt mijn heiland, mijn lust en mijn lied. Voor ons, gemeente, staat er in de tekst. En ik zal het nou niet verder meer uitwerken. Maar er worden ons nog wel een paar toetsstenen in de omgeving van onze tekst aangereikt. En laten we daar straks maar mee naar huis gaan. Voor ons, wie dat zijn? Wel, dan zegt vers 18, dat zijn degenen die de toevlucht genomen hebben. Die tot hem gingen vluchten. Die het zich niet meer konden permitteren om buiten hem te blijven. Dat zegt vers 18. Voor ons, wie dat zijn? Wel, het slot van vers 18 en het begin van vers 19. Die de voorgestelde hoop vasthouden als een anker der ziel. Die het geheim kennen dat ze het leven buiten zichzelf gezocht hebben. Die het anker van hun bestaan buiten hun schip uitgeworpen hebben. Op de vaste grondslag van die naam. Wel nu, gemeente. De Heere geven geloof. Het geloof dat staat op recht en waarheid pal, als op onwrikbare steunpilaren op deze belijdenis. De belijdenis van onze tekst. Daar de voorloper voor ons, voor mij is ingegaan. Jezus. Dan krijg ik ook heimwee. Heimwee om daar te zijn waar hij is. En die heimwee hebben, daar zorgt hij voor. Die komen thuis. Want hij heeft ellendigen, zondaren. Hij heeft ellendigen, dat land. Bereid door zijn sterke hand. En ik eindig dan met de lof. In verwondering. O Israëls ontfermer. Om Christus wil. Amen.